Nou, welkom bij een nieuwe podcast en een nieuwe video van Master Your Business Moves. Dit keer heb ik een gesprek met Monique van Roekel. En we gaan het hebben over geuren, we gaan het hebben over oliën. Vertel, Monique, wat doe je eigenlijk met geuren en oliën? Ik ben heel benieuwd. Ja, dankjewel, Francina, dat ik hier in deze podcast aanwezig mag zijn. Ik roep altijd inderdaad, ik doe iets met geur, want dat is waar mensen mij aan herkennen. Ja. Ik heb een praktijk voor mindset-therapie en daarbij help ik vrouwelijke ondernemers, maar specifiek coaches en therapeuten, om met geur mentale blokkades op te lossen. Heel goed. Hey, en als we kijken naar mentale blokkades, kunnen we daar een aantal voorbeelden van geven? Het zal heel erg heel breed liggen, maar ik ben heel benieuwd specifieke problemen waar klanten naar jou toe komen. Ja, het heeft vaak met beperkende overtuigingen te maken. Hè? De meest bekende is bijvoorbeeld, ik ben niet goed genoeg. Maar het kan ook op het onbewuste niveau liggen, dat mensen moeite hebben om boven een bepaald omzetniveau uit te komen. Ja, en dan zit daar vaak een mentale blokkade op. Iets in de trant van, ik ben het niet waard om zoveel geld te verdienen. Of als ik zoveel geld verdien, dan vinden mensen mij niet meer lief of aardig. En onbewust doe je jezelf dan vaak saboteren. Ah, ja. Nou, die klanten ken ik, hè. We hebben genoeg klanten in de pocket die zichzelf... Ja, ongetwijfeld in jouw business coaching dagelijks tegen. Ja. Ik heb ze genoeg. En nou goed, er zijn natuurlijk heel veel manieren om een bepaalde helderheid te krijgen. Dus ik vond het leuk om met jou dit gesprek over olie en geuren te hebben. Want ik ben zelf heel gevoelig voor geur, heb ik je wel een keer verteld. Dat ja. Ik vaak heel veel geuren heel vies vind. Ik draag zelf geen deodorant. Ik draag zelf geen, zeg maar even, parfum. Ik gebruik ook bijna geen zeep, omdat ik die geuren veel te heftig vind. Dus dat zegt ook iets over mij, zeg maar. Hè? Dus dat is. Maar geur is beïnvloed, vind ik jezelf heel, heel erg. En je ziet het soms ook natuurlijk als je naar winkels gaat, natuurlijk. Dan hebben ze niet tegenwoordig alleen muziek, maar hebben ze ook geuren in de winkel. Om ja. Je uiteindelijk, nou ja, iets te laten kopen. Bedenk maar even ja. De geur van gebakken brood, bij wijze van spreken. Als je, ja, je kunt daar een bepaalde staat van zijn mee oproepen. Ja. En wat geur doet, is het brengt je ook terug naar herinneringen. Als jij appeltaart ruikt, dan denk je aan je moeder die vroeger bijvoorbeeld appeltaart bakte. Ja. Dat soort dingen. Ja. Of ja. Je bent ineens terug op een bepaalde vakantie als je ja. Een bepaalde geur ruikt. Ja, ja. Ik kan van, trouwens een hele gek, komt er opeens nu in bij me binnen. Mijn oma had altijd een soort van citroencakeje. Dat kreeg ze dan in het bejaardentehuis. Dat bewaarde ze dan van mij. En vaak werd dat oud, werd dat ook hard. En ik hou dus ook van die geur van die citroencake. En ook het mondgevoel dat het eigenlijk een oude cake is. Dus iedereen heet natuurlijk verse cake. Ik hou van oude cake met zo'n citroengeur. En dat doet inderdaad me denken aan mijn oma. En dan, ik weet precies hoe ik stond, welke trommel ik vasthield, hoe de trommel eruit zag. Dus hoe bijzonder dat is, hoe geur inderdaad je ergens naartoe brengt. Ja, ja. Klopt. Vertel eventjes aan, zeg maar, degene die kijken en luisteren. Hoe pak je dat aan dan met die geuren? Hoe gaat zo'n, zeg maar even, zo'n consult bij jou, hoe start dat? Ja, als je het echt hebt over een consult, dan breng ik eerst in kaart wat iemand aan doelen heeft, waar die naartoe wil, wat die wil veranderen in zijn leven. En of die bewust is van bepaalde beperkende overtuigingen, omdat we daar dan aan kunnen werken. In de sessie zelf, dan kijk ik naar welke thema's er spelen. En op zo'n thema, daar zit een emotionele lading op. Misschien is het goed om daarvoor heel even kort uit te leggen hoe je hersenen werken. Want wat veel mensen zich niet realiseren, is dat als jij iets vervelends meemaakt, dan koppelt je hoofd daar een negatieve emotie aan. En jouw lichaam wil jou beschermen om die emotionele pijn nog een keer te ervaren. En dat is waarom jij uitstelgedrag vertoont, waarom je excuses hebt, waarom iets nog niet gebeurd is, of waarom je bijvoorbeeld bang bent om live te gaan op Instagram of Facebook. En dat gebeurt eigenlijk allemaal op het plekje in je hersenen wat de amygdala heet. En daar zit je primaire reactievermogen. Ja, ja. Dus vluchten, vechten, bevriezen. De meeste mensen hebben daar wel van gehoord.
En nou, ik wat denk die geur... niet hoor, dat heel veel mensen daarvan gewoon. Ik wel. Ik heb een coachopleiding. Ik spreek gewoon veel mensen die op dat vlak inderdaad al bekend zijn. Maar misschien dat nog niet iedereen dat weet. Maar je hebt gewoon primaire reacties. Ja. En vlakbij dat plekje in je hersenen waar dat gebeurt, daar zit ook je reukvermogen. Ja. En doordat je reuk ongefilterd invloed heeft op je hersenen, kalmeert de geur die amygdala. En doordat je hersenen kalmeren, ben je weer in staat om in het voorste deel van je hersenen, de prefrontale cortex, na te denken waar je analytisch vermogen bijvoorbeeld zit, inzicht ontstaat en dat soort dingen. Ah. En daardoor doe je van een negatieve mindset een omslag maken naar een positieve mindset. Dan ben je daadwerkelijk niet meer in staat om die jamaren naar boven te halen als je daar de emotionele lading vanaf hebt gehaald. Oh, geweldig. Oké. Hey, en als we kijken naar als klanten naar je toe gaan en ze gaan zo'n traject met je aan. In hoeverre blijft die herinnering of die verandering van dat gedrag ook weg? Ben ik heel benieuwd. Dat is blijvend. Dat is blijvend, ja. Ik neem mensen in een sessie mee terug naar het allereerste moment waar een bepaalde emotie is ontstaan. Waar dus een bepaald patroon is ontstaan. Je zult vast wel herkennen dat je steeds dezelfde situaties in je leven meemaakt. Hè, een patroon. En dat patroon dat is gekoppeld op basis van emoties. En als je dus het allereerste moment daar de emotionele lading van afhaalt. Ja, dan doe je het hele patroon in één keer losbreken. En dat zorgt er dus voor dat mensen ook echt veranderen in gedrag. Bijvoorbeeld, hè, ik had het net over die Facebook Live. Dat mensen, of Instagram Live, dat mensen dus, waar ze dat eerst niet durfden, zichzelf niet meer tegenhouden en het gewoon gaan doen. En dat kan een heel groot verschil maken in zichtbaarheid. Hè? Ik bedoel, want als jij niet zichtbaar bent, ja, hoe moeten klanten jou dan vinden? Ja, inderdaad. Nou ja, niet hè. Zo simpel is het. Ja. Als je niet zichtbaar bent, weet de klant niet dat je bestaat. En als de klant niet weet dat je bestaat, kan hij ook niets bij je kopen. Nee, zo simpel is dat. Hey, en hoe zet jij dat, hoe zet jij die geuren voor jezelf en voor je eigen bedrijf in? Ik zet ze voor mezelf vooral op dat mentaal, emotioneel, spirituele niveau in. Maar ook als ik bijvoorbeeld, nou, noem even wat simpels, spierpijn heb. Of als ik me niet helemaal lekker voel of wat dan ook. Voor mijn bedrijf zet ik ze vooral in op dat stukje van mentale blokkades oplossen. Ja. Ik begin 's ochtends mijn dag met smeren van bepaalde oliën. Waaronder de olie Believe bijvoorbeeld. Om het geloof in mezelf een extra boost te geven. De olie Inner Child zet ik bijvoorbeeld in om mijn innerlijk kind wat meer te verzorgen, om zo maar te zeggen. Zodat ik meer durf heb en niet terugval in wie zit er nu op mij te wachten. Dat soort dingen. Ja, want als jij die olie niet gebruikt, heb jij die gedachten dan ook wel eens? Oh, wie zit er op mij te wachten? Ik heb ze zelfs als ik de olie gebruik. Alleen op het moment dat ik die olie inzet, dan kan ik er eigenlijk controle over krijgen. Dat is wat er gebeurt. Ik zorg ervoor door dus die emotionele lading van die onrust in mijn lichaam weg te halen. Want er ontstaat onrust of spanning of stress in je lichaam op het moment dat jij last hebt van negatieve emoties. Die zijn vaak weer aan gedachten gekoppeld. Nou ja, als je daar dus aandacht aan geeft en daar dus lading afhaalt, dan ga je rust creëren in je lijf. Waardoor je wel in staat bent om prioriteiten te stellen. Waardoor je wel in staat bent om te focussen. Waardoor je ineens inspiratie krijgt over wat je zou willen schrijven op social media. Om je klant te bereiken. Dat soort dingen. Grappig dat je dat nu zo zegt, want ik zit even aan mezelf te denken. Als ik dan die onrust heb, ga ik vaak namelijk buiten lopen en dan ruik ik namelijk de geur van bomen en van bladeren. En dat is heel grappig eigenlijk dat je dat doet. Ja, je kan dat heel goed vergelijken inderdaad. En dan ruik ik zit dat opeens zo, komt me dat helemaal voor. En dan denk ik, ja, daar word ik altijd heel rustig van. Ja. Of ik ga lopen inderdaad in de duinen en dan ruik ik natuurlijk die zeelucht en dat soort dingen allemaal. En dan geeft dat mij ook uiteindelijk heel veel creativiteit. Wat grappig dat je dat zo ziet. Ja, en dat, het,
ja, het mooie is dus van het inzetten van de oliën, waar je met jouw wandeling ja, toch minimaal een half uur moet wandelen om dat resultaat te bereiken. Ja. Kan je dat met olie dus in 1 minuut bereiken. Oh, wauw. Oh, geweldig. Dus, en soms ja, heb je, eerlijkheidshalve, heb je iets langer dan 1 minuut nodig, maar 5 minuten of 10 minuten, ja, dan ben je er helemaal doorheen. Ja, ja, dus, wauw. Geweldig. En ook als het bijvoorbeeld buiten regent of je eigenlijk echt geen tijd hebt om even die wandeling te maken, ja, en toch door moet, ja, dan kan je dat op die manier realiseren. Maar het zorgt er ook voor dat doordat je juist die rust in je lijf en in je hoofd creëert, dat je daadwerkelijk wel die tijd ook voor jezelf gaat nemen om toch naar buiten te gaan, ja, en die wandeling te maken. In, ja, plaats van dat je alleen maar doordendert. Want dat is wat wij ondernemers vaak doen, hè? Wij denderen vaak door, omdat we vinden dat we nog even dit moeten en nog even dat moeten en nog even zus moeten. Ja. Ja, en we vergeten onszelf. Ja, ja, ik zag dat vorige week was ik natuurlijk op de workation in Terschelling. En 's morgens deden we eigenlijk lekker lopen naar buiten. Uiteindelijk hadden we nog een bespreking over hier en daar iets. En uiteindelijk wilden we natuurlijk ook nog iets van het eiland zien. Dus daar gingen we nog ergens naartoe. En uiteindelijk startten we met de strategie, zeg maar even 2 dagen, zo gaf ik daar ook. Met de strategie 2 dagen, pas om 5 uur 's middags. En in de evaluatie was heel grappig, vonden de dames dat toch wel heel erg moeilijk dat ik pas om 5 uur 's middags was begonnen. En uiteindelijk ging het er dus om dat ze, hè, als je dus niet achter de laptop zit of dat je daadwerkelijk niet iets opschrijft, dan ben je niet aan het werk. En zo is dat natuurlijk helemaal niet. Hè? Ondernemers zijn super serieus, best zwaar op de hand zou ik zeggen. En uiteindelijk hebben ze hier de lat niet hier liggen, maar nou ja, je ziet het al, hij is uit het beeld, maar als je de podcast luistert, nou, dan ligt die 3 meter omhoog. En zo werkt het niet in een ondernemersleven ook natuurlijk. Hè? Wij hadden het net al in ons voorgesprek even over. De balans is altijd ergens in het midden. Ja. En je mag jezelf ook denktijd geven. En dat betekent ook naar buiten gaan. Want dan denk je ook. En dan kan je ook over je bedrijf denken. Ja. En uiteindelijk als je dan terugkomt, hè, kan je het ook opschrijven. Daar heb je soms maar 10 minuten voor nodig. Ja, ja, want dan is het ook helemaal helder. Hè? Waar je daarvoor alleen maar aan het rondmalen bent in je hoofd. Juist. Maar op het moment dat je die rust in je hoofd hebt, dan duren dingen helemaal niet lang. En dan denken mensen, ja, maar ik heb er geen tijd voor. Maar je wint tijd door even aan dit soort dingen aandacht te besteden. Juist. En dat was het grappige ook, hè? Even vorige week ook. Ja, we was heel concreet en heel snel. Ja, stond het gewoon. Maar hebben we ook genoten en ontspannen. En inderdaad, de buitenlucht daar ook weer natuurlijk van de zee en van het jodium. En nou, wat jij met de olie doet, ja, dat doe je daar even, nou ja, in de buitenlucht. Ja. Super interessant. Als mensen aan de slag willen met geuren en oliën, wat is je website en waar kunnen ze je vinden? Mijn website is www.topminded.nl. Ik ben er op dit moment mee bezig om hem wat om te zetten. Omdat ik afgelopen jaar heel erg hard gegroeid ben en eigenlijk geen tijd heb gehad om dat soort dingen te doen. Ja. Vorig jaar was dat en nou ja, dit jaar allerlei andere dingen mijn aandacht vroegen. Maar daar kun je in ieder geval een gratis proefje aanvragen, waarmee je een aroma reset instructie, een video instructie er ook bij krijgt, zodat je zelf kunt ervaren van hoe dat werkt met die invloed van geur op de hersenen. En wat ik doe is, ik plan altijd inspiratiesessies en kennismakingsgesprekken met mensen in die er meer over zouden willen weten. Ja. Dus ze kunnen mij vinden op Instagram onder monique.van.roekel_topminded. Of op Facebook, gewoon onder mijn eigen naam, Monique van Roekel. En mijn bedrijfspagina Topminded by Oyeminded. Ja. Dus ik zou zeggen, als ze er meer over willen weten, ook over de toepassing van essentiële oliën bijvoorbeeld, want daar ben ik ook voor dat bedrijf, ben ik distributeur voor Young Living. Dus als mensen daar meer over willen weten, mogen ze altijd contact opnemen. Helemaal goed. Nou, dan dank ik je in ieder geval voor deze inspiratie, informatie en hoe geur en olie dus op je amygdala, en Magdala, als ik dat goed zeg. Nou goed, maakt niet uit. Werken. En wat het dus doet met je herinnering. En hoe je het in kan zetten binnen 1 tot 5 minuten. Om uiteindelijk gedragsverandering, hè, met olie in te zetten. Super interessant.
Dank je, Monique, in ieder geval voor het gesprek. Ik vond het reuze tof om met je deze podcast en video te mogen maken. Ik wil de kijker in ieder geval bedanken. En de luister bedanken om tot het einde helemaal te hebben geluisterd. Wil jij ook een keer met mijn podcast opnemen of een video opnemen? Dan kan je me een mail sturen naar francina@masteryourbusinessmoves.nl. En dan maken we een afspraak. Voor nu, super bedankt. En tot later.